schrappen, dat item. Want ik... Het hele item gaan we schrappen? Ja, maar ik heb... Seks in de opera maakt mensen ziek, laten we weg. Ja. Dat is ons pièce de résistance. Ja, maar ik kan niet meer vinden wat erbij zat. En het was, mensen werden er misselijk. Het was een opera, dus. Ja. En mensen konden er niet tegen. Maar waren mensen zingend aan het neuken? Nee, ik weet het niet. Het was naakt en zo. Ja, het is wel opera. Maar met... ik weet niet welke krant het erover had. Want hier in het NRC staat wel... niet alleen de fellatio aria boeit bij de Nederlandse première van opera Power. Fellatio aria, is dat in Engels? Oké. Okay. Ja, geen idee. Ik ben niet heel fris vandaag. Deze pikante kameropera uit 1995 leverde bij de zaterdag bij de Reisopera een verhitte Nederlandse première. Seks, het was de brandstof. Nou ja, en zo gaat het door. Maar ik had dus ergens een krantartikel gelezen wat heel schurend daarover vertelde. En niet vier sterren geeft, maar meer dat mensen onpasselijk wegliepen. Maar dat is wel jammer dat ik dat niet meer kan vinden. Ja, dat is heel terug. Ja, dus. Weet je nog die band Rock Bitch? Rock Bitch? Nee. Dat was rock met porno tegelijkertijd. Waarover, hoe heet die, Henk Westbroek de onsterfelijke woorden zei. Hij had het niet gezien, maar hij kon zich voorstellen dat als je een bos bespeelt, dat het minder goed gaat als je met je ene hand iemand anders aan het visten bent. Ja, maar ik weet niet... Dat is nog tijd. Rock Bitch, the musical. Ja, Rock Bitch, the musical. Maar jij bent dus weer terug hier? Nee hoor. En ja, je bent weer beter? Of was je ziek? Je was ziek? Of... Is dat dan het begin? Nee, maar het stuk wat we net hadden, dat kan ik dan ergens midden invallen. Ja, ja, precies wat je net deed, hè, daar. Nee, daarvoor nog. Dat hele opera-ding komt er nog in, maar dan nu... Oh nee, ik zou juist dat opera-ding helemaal aan het eind ook doen. En dan nu beginnen met waar je net zei van... Nee, oh, dus jij was ziek, maar jij moet niet terugkomen en gaan besluiten hoe we de dingen gaan doen. Want jij doet de dingen uiteindelijk niet. Die moet ik doen. En dat zit in mijn hoofd. Dus je moet een beetje respect op de plaats hebben. Nou, voordat ik wegging was het hier helemaal... ging het een stuk gemoedelijker aan toe. Goed. Het antwoord op je vraag is ja. Nou, wat leuk. Ik was ziek en ik ben er weer. Je bent wel anderhalve maand niet geweest. Maar ik heb natuurlijk wel met je gesproken. Het is niet dat je van de aardbodem verdwenen was. Ja. Het was iets minder dan anderhalve maand. Is dat zo? Volgens mij 5 weken. Oh. Maar voor hetzelfde geld is het 6 weken. Dan zit je alweer dicht bij anderhalve maand, Hiel. Ja. Het wordt een eenzijdig gesprekje dan. Het zijn allemaal mijn dingetjes. Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik heb niet in een goot gelegen. Je hebt niet in een goot gelegen, hoor. Even kijken. Gewoon hard gewerkt. André Hazes mag niet meer André Hazes heten. Nee, van zijn moeder. Van zijn moeder? Ja. Die moet André Hazes junior. Maar het is me nog niet duidelijk of dat dan wel afgekort mag worden tot JR of helemaal vol uitgeschreven junior. Nou... Volgens mij is de regel als volgt. Ja. Jij heet hetzelfde als je vader. En jouw vader heet geen Matthijs, dat weet ik, maar... Stel, hypothetische situatie. En jullie leven allebei. En ik zeg dan Matthijs Immink junior, omdat mensen snappen dat ik het over de zoon heb. Ja. Maar volgens mij, op het moment dat jouw vader dood is, stoppen we daar dan mee. Ja. Dan ben jij gewoon nog de enige levende... Als ik dan zeg van Matthijs Immink komt bij mij eten, dan weet iedereen dat het niet je vader is. Ja. Dus wat die mevrouw, die Rachel, allemaal wil, daar klopt gewoon geen zak van. Die wil aandacht. Ja. En die wil centjes voor zichzelf. Heb jij ooit Zijn Gelooft in mij gezien? de musical. De documentaire. Nee. Oh, die was wel echt heel goed. Nee, dat... Zij, weet je hoe oud zij was toen André haar groomde? Ja, 17 of zo. 12. Oh. Of 12 of 13. Zet ze gewoon beelden in dat de eerste keer dat ze elkaar tegenkomen. Ja, maar haar ouders waren fan, hè? Die hebben... Ja, die hebben er naar voren geduwd. Ja. Stop hem hier maar in. André? Ja. Dus eigenlijk, als André dus later zeg maar een soort profeet wordt... Ja. Dan kun je een soort... Ja, dan
Hij is dood. Ja, maar dan kan je nog steeds een profeet worden. Ik bedoel, Mohammed is ook dood. Ja, maar die... Jezus is ook dood. Maar dat... Jezus is geen profeet. Oh nee. Jezus is de zoon van God. Oh, ja. 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 Wie gelooft dat nou? Ja. Ja. Nou, moslims niet in ieder geval. Misschien moet je moslim worden. Ja. Ik las vanochtend nog een dingetje over de energierekening wordt duurder, want gas wordt duurder. Ja. En dan denk je natuurlijk allemaal, gas wordt gewoon duurder, want oorlog in de wereld, schaarste en weet ik veel wat. Roepjetten. Nee, maar, hè? En roepjetten. Ja, zeker. Maar het wordt dus vooral duurder, omdat we in Nederland veel meer huishoudens van het gas afgaan. En daarom moeten de netkosten door minder mensen worden opgehoest. Daarom wordt gas duurder. Het verbaast me niks. Dus het is echt een soort circle jerk waar je u tegen zegt. Ja. Want niemand wil natuurlijk... Al die mensen die D66'ers en GroenLinks'ers, die willen dan zo graag... Die doen dan het goede en dan denken ze en dan maken ze het allemaal... Oh nee, maar dat is niet waar. Nee. Ze willen offers brengen. Dus dat daarmee alles veel duurder wordt, dat vinden ze alleen maar mooi. Is het offer groter. En het is het offer van andere mensen, dus boeien. Ja. Als je de stad inrijdt hier, dan zie je nu ook heel groot borden van de uitstootvrije stad. Want de busjes met de bepaalde dieselwaardes mogen dan niet meer de stad in. En dat hangt daar dan alsof het iets goeds is. Alsof ze Stalingrad hebben ingenomen. Ik wil dat bord helemaal niet zien. Ik word er niet eens in mijn beweging aangetast, want ik heb geen busje. Nee. Maar bij mij komen ze nog wel halen met mijn oude benzineauto. Ja, ik gewoon die hele energiewende vind ik gewoon heel verdacht. Enge religie. Hele enge religie. En, nou ja, ik heb het denk ik wel eens verteld, toch? Ik vind de logica de volgende eigenlijk. De enige logica die ik erin kan zien is dit. De computermodellen zeggen dat de aarde opwarmt. En wat is de oplossing? Wat computers lekker vinden, namelijk elektriciteit. Dat is wat zij snoepen, zeg maar. Als jij en ik een bonbonnetje eten, computers die nemen dan een beetje extra elektriciteit. Dat is hun eten. Ja. Daar genieten ze van. Als computer je gezin wil uitbreiden, moet er meer elektriciteit komen. Er moeten dikkere kabels in de grond komen. Er moet meer stroom komen. Dus computers willen, die hebben absoluut incentive om ons wijs te maken dat alles elektrisch moet. Aha. En wij en al die bange groepen. Nee, maar alles elektrisch is niet zo erg. Ja, maar vind ik wel. Maar hoe je elektriciteit opwekt. Daar zit het in. Want bedoel, je kan ook met gas elektra opwekken, met gascentrales. Ja. Of zo, weet je. Ja. Kerncentrales. Ja, bedoel... Je kunt gewoon die apparaten in de sportschool aansluiten op dynamo's. Ja, er zijn mensen die dat doen. Ik ben daarvoor. Ja. En eigenlijk vind ik ook dat dan de geluid in de sportschool, moet zo'n ouderwets cassettebandje zijn, die zo hard loopt als dat er stroom in komt. Weet je nog wel, vroeger had je je Walkman, waar de batterijen bijna leeg, ging die trager lopen. Dus dat iedereen die er zo aan het pompen is, als dan de muziek zeg maar uit de maat raakt, weet, we moeten bijpompen. Ja, mooi. Leuk idee, toch? Ja, zeker leuk idee. Geen betere wereld wordt. Maar nee, ik vind het dus wel erg als alles elektrisch wordt. Ik vind elektrisch gewoon helemaal niet leuk. Nee, elektrische auto moet ik niet aan denken. Nee, elektrische auto niet, maar ik bedoel, een computer op kolen, daar zit ik ook niet op te wachten. Nee, dan moet je dat zou een andere kant op slaan zijn die ik ook niet zie zitten. Nee. Iets anders, hè? Mag ik iets anders zeggen? Nee, dit is... Gewoon even zomaar in de groep gooien. Ja, het is jouw show ook, hè? Blijkt verder uit niks de laatste tijd, maar... Over gasprijzen. Ja. Dat Westland wat we hebben, hè? Ja. Is dat wel zo'n goed idee nog? Zeg maar dat wij daar zo kassen bouwen en dat we dat dan warm stoken met gratis gas, zodat we vlak bij huis tomaatjes hebben. Daar valt wat voor te zeggen. En zo vaak hagelt het niet. Dus kun je doen. Ja. Maar onderhand, zeg maar, is dus dat gas hartstikke duur. Ja. Niemand wil er werken. Dus we hebben gewoon arbeidsimmigranten die dat voor ons komen doen. Moeten we niet gewoon die tomaatjes
in Kenia kweken, zodat de mensen die hier in de kassen werken daar kunnen blijven. Ja. Ja, of dan in Syrië. Of Syrië. Ja. Ja, ik wil niet, precies, daar wil ik niks aan afdoen. Nee. Ja, ik vind het eigenlijk een goed idee. Toch niet een beetje, maar misschien dat er wel fans van het Westland kijken die een goed argument hebben waarom we per se het Westland... Ik zag daar wel dat een bitcoin miner ding, ja, in Nederland, als een mine dingen in een kas zetten, zodat die computers de kas een beetje ook verwarmden. Dat die warmte gewoon in de kas werd gestompt. Oh. Dat is op zich wel weer... Zeker. Dus die eigenaar van die kassen, die heeft een bitcoin farm. En daar verwarmt hij dan mede zijn... Dus eigenlijk gewoon, tomaten zijn een beetje een bijbaantje van hem. Ja, een bijproduct, een restproduct. Ja, tomaten. Interessant. Ja. Of zoals de Russen zeggen, kak interesse. Ja. Heb je Wilders gezien? Die was aan twitteren over Halsema. Ja. En dat was... Dat was echt veel erger dan Halsema... Twee concurrerende demonstraties, zeg maar, 100 meter van elkaar organiseerden. Ja, want ze moeten elkaar kunnen horen. Ja, in plaats van dat ze die ene groep op het Museumplein zet en de andere groep op het op de Dam. Kijk, het ene was niet eens een demonstratie, het was een herdenking. Ja, dat is dan... Wat juridisch is dat dan een demonstratie, denk ik, als je daar vergunning voor aanvraagt en dat in de open lucht doet en er is versterking of zo, stel ik mij zo voor. Ja. Maar ik vraag me af, het klopt niet. Het kan niet zijn, denk ik, dat je niet gewoon in de open lucht ergens bij elkaar kan komen om ingetogen... Een verlies te verwerken of daarbij stil te staan, zonder dat er een horde hysterische types daar komen schreeuwen en dat moet. Ja. Want kijk, weet je wat het is? De politie greep heel adequaat in, hè? En meteen en bam en 320 mensen aangepakt en helemaal goed. Maar ze hebben al gewonnen als er ingegrepen wordt. Ja. Ze hebben al gezegd, deze straat is voor mij. Want ze weten dat er ingegrepen gaat worden en het boeit niet. Omdat het allemaal van die ja, hoe zeg je dat? Weet ik niet. Ja, mensen die meer met emotie hebben dan met ratio, zeg maar. Hoe heette die? Hoe heet dat? Fransen. Hysterie. Fransen, het zijn allemaal Fransen. Hysterica. Ja, of Italianen denk ik dat het zijn. Zo zien ze er ook wel uit. Latino's. Latino's, ja. Ja. En ze hebben ook hun eigen sicherheids, las ik. Ze hebben hun eigen beveiligingstroepen. Oh, serieus? Dat was gisteren even in het nieuws. Dat, ja, soort... Maar die beveiligen geen Joden, denk ik. Nee, die beveiligen hun eigen... Tegen wie? Ja, tegen... Tegen Joden? Ja, tegen de politie, denk ik. Of de... Oh, en in hun hoofd zijn dat natuurlijk. Is dat de gewapende... Of waarschijnlijk zijn dat de mensen die als je argeloos vanuit het Centraal Station loopt met je Israël-vlag om te herdenken dat een jaar geleden wellicht je familie is gegijzeld of vermoord. Ja. Dat er dan zo iemand komt om vlag af te pakken omdat zijn groep daardoor geëmotioneerd raakt. Ja, ja, die haatvolle Israëlische vlag. En wat zei Halsema nou nog meer? Of nee, iemand in de Kamer zei iets over... Halsema zei onder andere van natuurlijk, zijn allemaal begaan met de Joden en het verdriet wat ze hebben. Maar daarom ook met de moslims. Dat is geen reden om... Of iemand zei in ieder geval van... Dat moslims het net zo erg hadden als Joden. Ja, even kijken. Ik zag dat hij... Hij staat op verkeerde focus. Maar dat maakt niet erg. Ga door. Even kijken. Welk knopje? Ja, zo. Goed. Ja? Maar ik bedoel, islamitische scholen die hebben geen safe rooms. Geen bunkers er middenin, zodat de kinderen kunnen schuilen bij een aanval. Er staan geen hekken omheen. Daar is geen permanente politiebewaking. Ja, maar... Iemand, zij hoeven hun vlaggen niet in te leveren als ze zijn gestopt met een demonstratie. Of in ieder geval te verbergen, omdat het anders niet veilig is, toch? Ja.
Maar iemand zei ook, omdat er dan er waren dan ook weer sit-ins op 8 verschillende stations of 12 verschillende stations, zeg maar. Ja. En zei iemand dat omdat de NS daar dan een soort toestemming voor geeft, ja, dat de NS dus antisemitisme faciliteert. Dat was Yesilgis, maar die heeft het later teruggenomen. Wie was dat? Yesilgis. Ja, oh, die heeft ze dat teruggenomen. Ja, terecht denk ik wel ook. Maar je gaat toch als NS een private organisatie, ga je toch geen demonstraties toestaan? Nee, maar volgens mij. Wat de intenties ook zijn, ook pro-Israël niet. Ik ben het wel met je eens, maar de rechter heeft recent besloten over het Roeters Eiland van de UvA, ja, dat het niet ontruimd had mogen worden omdat die plek te openbaar is. En stations zijn natuurlijk ook wel, het is wel weliswaar eigendom van de NS of van ProRail, een van de twee. Maar het is zodanig openbaar dat dan de rechter vindt dat het toch een dat je er mag demonstreren, of je nou aankondigt of niet. Ja, maar dat, en dan mag het niet ontruimd worden, tenzij er agressietoestanden plaatsvinden. Ja, ik vind het een raar verhaal. Nee, ik vind het helemaal een raar verhaal. Maar het probleem is natuurlijk dat we hebben te maken met regels die zijn ontstaan in een tijd dat onze beschaving waarschijnlijk ook een beetje op zijn top was. Dat mensen wisten van, als iemand anders, ook al, ik denk dat je nog redelijk de verzuiling had, zelfs als katholieken dan rouwen ergens om, dan gaan wij protestanten daar niet doorheen lopen schreeuwen. Ja. Dat wist iedereen, dat snapte je. Dat werd diep gevoeld door iedereen, gewoon letterlijk iedereen. Niemand, er waren geen uitzonderingen. Nu is de pluriformiteit van deze samenleving heeft ervoor gezorgd dat we een aantal mensen zijn die niet die normen en waarden delen. En de regels die vroeger niet nodig waren, zijn nu wel nodig, maar die kun je ook niet zomaar maken, want die zijn heel snel discriminerend. Nou, maar ik snap jou voor met de Roeters Eiland en zo, dus snap ik dat je niet van tevoren kan zeggen, het is te openbaar, dus er mag heus wel wat gebeuren. Maar als het uit de hand loopt, nee, dan nog kan je wel zeggen, dat is wat ik wil zeggen. Het is niet de bedoeling dat we hier politieke statements gaan doen van de NS. Dat kan je gewoon zeggen. Ook al is die ruimte openbaar om doorheen te lopen, dan is het is niet zo openbaar om gewoon te gaan zitten. Ik ben het helemaal met je eens. Ja. Ik ben het wel met je eens, maar ik weet niet of het juridisch zeg maar zo zit. Ik vind het wel inderdaad eigenaardig dat zij daar met z'n allen mogen hysterisch schreeuwen en zo. En ik fietste een keertje naar jou toe. Ja. En toen was er zo'n protestactie voor het station. Die staan dan allemaal heel hard te schreeuwen op dat plein. En dan denk je nooit eens van zou dat een links- of een rechtse demonstratie zijn als je dat gejoel in de verte hoort? Nee, dat is gek is dat, hè? Nee, het is toch altijd. Ik zie eigenlijk rechtse mensen nooit demonstreren. De enige demonstratie die bij mij te binnen schiet van rechtse mensen, dat was ooit de NVU die ging demonstreren bij het Surinameplein. Ze wilden eigenlijk midden in de baarsjes. De Nederlandse Vereniging van Uitgeverijen? Ja. Nederlands Volksunie. Oh. Van Constant Kurstens of zo heet die, geloof ik. Ja. Maar dat vond Van der Laan niet zo'n leuk idee. Dus toen mochten ze demonstreren bij het Surinameplein. Toen kwamen de Ajax-hooligans samen met Antifa en die gingen vechten. En toen greep de politie in. En dat was het. Ja. Ik weet niet of sindsdien de regelgeving is veranderd. Maar ik weet nog wel dat in ieder geval Van der Laan het helemaal uitstekend vond dat zij niet gingen demonstreren op de plek die ze wilden. Die vond het uitstekend? Nou, dat ging in ieder geval niet gebeuren, dat zij gingen demonstreren op de plek die ze wilden. Nee. Nee, dat snap ik. Ik geloof niet dat die. Ik geloof die regel niet dat die zo is als dat Halsema beweert. Ik geloof het niet, omdat het. Daarmee kun je ook zeggen van. Als er iemand doodgaat waar je een hekel aan hebt, dan kun je ook zeggen van ja, ik wil demonstreren op de begraafplaats bij de begrafenis van hun tegen die gras van zijn lul. Ja. Gaan wij daar staan schreeuwen? Ja. Kan toch niet? Dat is toch niet zo dat dat mag?
En trouwens, door die tegendemonstratie werd het tramverkeer ook omgeleid. Niet door de Israël-demonstratie, want daar konden de trams gewoon langs. Maar omdat zij op het Damrak stonden. Dus het was ook nog eens een invasieve toestand voor de stad. Dat je gewoon niet meer het openbaar vervoer net werd gehandhaafd. Ja, als je ze dan op het Museumplein zet. Of het, hè? Ja. Nee, maar laten we die mensen dat gewoon lekker dicht bij de bron doen. Het is gewoon absurd. Halsma ook nog zei, dat was van... niet doen alsof anti-Israël demonstraties... dat die allemaal gewelddadig zijn. Nou, als ik heel eerlijk over als ik goed nadenk, hè, maar misschien zit ik ernaast... maar alle tegendemonstraties vanuit het anti-Israël kamp... dus als er mensen pro-Israël bij elkaar komen en er is een tegendemonstratie... dat is altijd een hysterisch gewelddadige bende uitgelopen. Ja. Gewoon elke keer. En dan gaan we er voor het gemak dan even vanuit... dat de opening van het Holocaustmuseum... Ja, was ook hysterisch. Ja, maar dat ook... Het liep niet uit de hand, maar was wel hysterisch. Dat liep behoorlijk uit de hand. Vond ik wel. Maar er werd niet gevochten, toch? Alleen geschreeuwd. Nee, dat... mensen ik was er niet bij, maar die gast op de politiebusje zag het. Beetje eigenaardig bezig was. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik weet vrij zeker... Ik twijfel vaak aan de rechtsstaat die we hebben... maar dat we daar regels tegen hebben, daar geloof ik nog wel in. Ja. Ik dacht dat je nog iets verder iets ging zeggen... Maar neem even een slokje. Nee, maar ik denk dus inderdaad dat alle tegendemonstraties van hun... En ik vind ook eigenlijk dat je zegt van wij hebben daar een herdenking. Ja. Daar kun je geen tegendemonstratie doen. Een tegendemonstratie... Ja, weet je, dat is nog ergens op zo'n... Als er mensen met borden gaan staan en gaan staan schreeuwen zelf... dat je daar tegenaan mag gaan schreeuwen, daar vind ik nog wel wat voor te zeggen. En dan snap ik ook wel dat de mensen die al staan te schreeuwen... dat die dat moeten kunnen horen, want anders dan... Ja, dan is het geen tegendemonstratie. Maar als mensen gewoon stil bij elkaar komen... Misschien is er een enkeling met een bordje. En het is stil, er zijn wat toespraakjes. Dat mag je niet verstoren. Dat is gewoon... Ja. Ja, maar mensen gingen ook allemaal... op een gegeven moment kwam dat bericht van Twitter dus... van Wilders op X. En... Daar ging Halsema zich dan tegen verweren. En mensen vonden dat een mooi verweer in mijn bubbel. Sommigen in mijn bubbel. En die gingen dat dan delen. Terwijl dat gewoon helemaal voorbij gaat aan... Ja, je kan heel goed zeggen van... Ik laat me niet zeggen door een fractieleider van de Tweede Kamer... wat ik hier moet doen. Maar het gaat erom dat je foute beslissingen maakt. En dat... Die mensen die dan denken van, oh, wat zegt ze dit mooi. Ondertussen wonen we hier gewoon in een stad dat als je Joods bent... en je voelt je Joods, dan ben je gewoon je exit aan het plannen. Dan heb je gewoon dat koffertje elke dag naast je deur staan. Ja, laatst was er ook een huis gesloopt. Ja, ja, ik weet op niet. Diezelfde dag, op maandag. Ja. Ja. Nu weet ik daar het fijne niet van. Ik ook niet. Maar ik heb het wel gezien. Ik ga het er niet over hebben verder. Maar het was wel een Jood. Ja, het was een Jood. En die dacht om terug te gaan of weg te gaan. Ja. Nee, maar sterker nog, eigenlijk, ik vind het zo abject dat ik dit, als ik dit zie, dat ik ook denk van, waar moet ik heen? En dan was het land is gewoon wel stuk, hoor. Ja, en deze stad al helemaal. Nog één Amsterdams dingetje, ook van vanochtend. Er was ophef over dat minister Faber bordjes bij asielzoekerscentrum... dat ze ook bezig zijn ze weer uit te zetten of zo. Ook een beetje een raar symbolisch ding. Ja. Maar nou heeft Amsterdam iets tegenin gebracht. Die gaat dan bordjes bij opvangcentra met welkom zetten. Ja. Dat stond vanochtend in het Parool. Dan ja. Even kijken. Groot Wassing wil de opvangplekken uitbreiden. Dit nieuwe vaststaand gemeentebeleid werd donderdag besproken. Daar zou jij alles van afweten, denk ik dan. Ja, ik heb koppijn. Ik zit er gewoon een beetje bij. Het opvallendste voorstel kwam van GroenLinks en D66 in een reactie op minister Faber's plan om waarschuwingsborden te plaatsen bij de asielzoekerscentrum. Met de boodschap hier wordt gewerkt aan uw terugkeer dienen de partijen een motie in om juist te laten zien dat asielzoekers wel welkom zijn in Amsterdam. Ik moet meteen denken aan dat huisvrouwenkoortje wat een keertje bij asielzoekerscentrum ging zingen.
ging zingen, jij bent welkom, lieve vriend. Welkom in mijn land. Welkom in mijn land, ja. Zoiets staat mij bij. Maar ik wist niet dat het huisvrouwen waren. Ik dacht dat het linksers waren. Het waren in ieder geval... Het waren geen zangers. Nee, het was niet. dat bedoelde ik ermee te zeggen. Nee, precies. Als je dan een land binnenkomt, dan denk je wel van... Oh, ik weet niet of ik hier blijf. Ja. Wordt er wel lelijk van. Ja. Nou, hebben we Amsterdam even afgesloten. Ik heb veel dingetjes over Amerika. Ik weet niet of het allemaal interessant is. Maar dat vind ik dus ook. Toch nog eventjes Halsema. Want Dijksma zei... waarom is de kop dan weer veranderd? Ja, het is trouwens goed dat we daar even over doorpraten. Ja? Ja, want Dijksma die zei, dat is de burgemeester van Utrecht volgens mij. Ja, voormalig raadslid in Amsterdam. Voormalig raadslid in Amsterdam. Volgens mij voordat Halsema burgemeester werd. En die vindt dus dat die tweet van Wilders, dat het haar gezag ondermijnt. Ja. Ik denk dat slechte beslissingen haar gezag ondermijnen. Ja. En niet dat mensen van de zijkant roepen. Ik bedoel, mensen roepen zoveel en omdat het Wilders is, dan is het opeens erg. Maar... Ja, maar weet je wat het is? Kijk, die colleges die ze leidt, die hebben geen successen om te vieren. Hè? Dus alles wat er bij hun gevierd wordt, is altijd alleen maar spinnen van de ellende. Het is altijd zeg maar een beetje op. Zeg maar een beetje glazuur op de drol die ze maken. Ja. Dus dat zij dat zo zien, dat snap ik wel. Ze hebben niks anders. Er is geen... Gewoon zolang de problemen die zijn in Amsterdam al 30, 40 jaar hetzelfde. En ieder college gaat er hetzelfde aan doen en het wordt alleen maar erger. Ja. Dat is de realiteit. Maar niemand die twijfelt aan van... Oh, misschien moeten we een keer niet dat collectieve socialisme ding doen... wat overal op aarde al gefaald heeft... Nee, daar komen ze niet op. Nee, ze blijven allemaal hangen in idealen die niet alleen gewoon niet gewerkt hebben, maar waarvan je gewoon snapt dat ze niet werken. Je hoe komt het dan dat nog zoveel mensen op die drol willen stemmen? Ja, daar heb ik wel over nagedacht. Want antwoord of korter? Nou, als het leuk is, lang, en als het saai is, kort. Nou, begin maar lang. Ja. Ik kap je wel af. Nou ja, kijk, wat je hebt. Mensen die zijn gemiddeld. Die willen voor 80% routine in hun leven en 20% avontuur. Oh ja. Dit verhaal. Dat verhaal. En dan. Ja. Maar als mensen zo zouden stemmen. Dan zouden ze dus voor 80% conservatief stemmen en voor 20% progressief. Ja. Maar dan gebeurt er nooit wat. Ja, maar de vraag is: waarom is dat? Want in Nederland is wel een soort schifting gemaakt van klassiek CDA-achtig stemmen naar nu. Geert Wilders, zeg maar, voor het grootste gedeelte. Ja. Maar in de grote stad en in de Randstad, en met name in Amsterdam, verschuift dat veel minder. Ja, dat heeft gewoon met twee dingen, denk ik, te maken. Dus dat ene, dus dat stemmen appelleert aan iets avontuurlijks. Ja. Dus conservatief stemmen is gewoon niet avontuurlijk. En ook de meeste mensen zijn ontevreden. Als je ontevreden bent, ga je ook niet stemmen om het zo te houden. Ja, ik denk namelijk dat het anders is. Ik denk dat in Amsterdam ik ontevreden ben en mijn linkse vrienden het willen houden zoals het is. En ik wil verandering. Ik ben ontevreden. Nee, precies. Maar we hebben in Amsterdam is het ook wel zo ver doorgeschoten. Maar waarom willen je linkse vrienden zo houden als dat het is, bedoel je? Ja, dat is ook wel gewoon groepstinken natuurlijk. Hè? Ja, en gewoon helemaal... vastzitten in het idee van vroeger waren de linkse idealen, waren de goede idealen en daar moet ik standvastig in zijn, want anders, net zoals dat ze zeggen, dat ze denken dat als Trump president wordt, dat het gedaan is met de democratie in Amerika. Ja. Terwijl Trump het omgekeerde zegt. Trump en Elon Musk die zeggen als Kamala president wordt, ja, dan is het gedaan met de democratie in Amerika. Ja. Ik mag hopen dat ze allebei ongelijk hebben. Ik mag hopen dat ze allebei ongelijk hebben. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat... Ik denk het eigenlijk wel, maar ik maak me wel... In die zin, zeg maar, 4 jaar
toch eigenlijk wel heel links beleid. Nou, er is wereldwijd gewoon iets engs aan de hand. Dat wat vroeger, links was vroeger anti-autoritair feitelijk. Hè? Het was tegen, in ieder geval tegen de grote bedrijven, de grote machten, tegen de rijken. Maar tegenwoordig is de rijken, die hebben voor een belangrijk deel links omarmd. Of gekocht. Of gekocht, feitelijk. Ja, gewoon dat is wat een, hoe heet hij doet? Zuckerberg? Nee. Soros? Ja, Soros. Dat is gewoon wat hij doet. Die heeft gewoon echt een beleid van zo hyperlinks mogelijke officieren van justitie, burgemeesters, sheriffs, whatever, overal inkopen. Ja. En dat maakt een land kapot. De vraag is inderdaad wel, waarom moet dat land zo kapot? Ja, ik denk dat daar misschien toch wel een langer termijn idee bij zit van nog veel rijker worden. Ja, en ook controle. Hè? Maar dat is ook natuurlijk met alles elektrisch en alles met internet. Iedereen wordt overal gevolgd. En als je iedereen heeft slimme meters en je kan gewoon, ja, ze kunnen gewoon met een knop op de knop, druk op de knop bepalen dat Maarten Brandt er niet meer op het internet kan. Ja. Of dat Maarten Brandt er geen... Dat zou super gezond zijn voor me. Ja. Ja, echt waar. Als ik niet meer op het internet mag, echt na 4 weken, zeg maar, dan ben ik echt een herboren mens, weet ik zeker. Ja, ik zat er de laatste tijd ook over te denken. Om een domme telefoon te nemen naast me, ja. Ik kan niet voor mijn werk, maar ik zit wel steeds meer te denken van ik moet gewoon een... Nee, maar dan kan je voor je werk, maar dan zet je je werktelefoon uit en dan... Nee, die doe ik dus nooit uit. Ja, maar dat ga je dan gewoon zeggen van jongens, ik heb werktijden en buiten die werktijden... Je kent mijn werk niet zo goed, denk ik, maar... Ik ken jouw werk vooral van jou, ja. Nee, en daarbij, ik vind mezelf veel te belangrijk om onbereikbaar te zijn. Nee, maar je kan dus wel bereikbaar zijn. Je kan gebeld worden. Je kan sms'jes krijgen. Nee, maar dan de volgende dag heb ik nog steeds een groepsapp met 300 nieuwe berichten die ik even moet gaan doorspitten. Dat kun je beter een beetje doen. Nou, echt de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt om van WhatsApp af te gaan. En dat je zit nooit meer in een belachelijke groepsapp. Ja. En mensen die het echt belangrijk vinden, die vinden... Trouwens, je kan op elke manier groepsappen maken. Daar heb je geen WhatsApp voor nodig. Nee, maar precies. Maar kijk, weet je, ik kan ook gewoon op vakantie gaan op elk moment dat ik wil naar Thailand en zeggen, ja, als ze het echt belangrijk vinden dat ik op mijn werk kom, dan komen ze maar halen hier. Maar dat is gewoon niet hoe een baan werkt, zeg maar. Nee, maar ik weet niet of een baan... Ik bedoel, zo'n groepsapp is helemaal geen verplichting. Kan geen verplichting zijn vanuit je werk. Nee, maar het kan je wel heel erg ongeschikt maken voor je werk als je er niet in zit. Ja. Nee, het is niet... Baan is niet... Is sowieso niet verplicht, zeg maar. Het is altijd gewoon en daarbij, plus en wat minder, dan ga je mee akkoord. En daarbij, het gaat mij niet alleen om... Je kan nog de groepsapp kan je nog wel op je laptop doen. Het gaat erom dat je gewoon je telefoon... Dat je gewoon een domme telefoon hebt ernaast. Ik zou je wel willen uitdagen eigenlijk om de groetsapp in WhatsApp op je laptop te doen zonder dat je WhatsApp op je telefoon hebt. Hoe je dat technisch voor elkaar krijgt. Ja, maar interesse. Nee, maar, interesse. Die telefoon kan je uitzetten en niet gebruiken. En dan heb je daarnaast een domme telefoon. En dan heb je, als het eenmaal loopt... Ik moet zeggen dat op WhatsApp dingen typen, 99% doe ik op mijn laptop. Gewoon omdat ik type op mijn telefoon kunt vinden. Ja, hoe dan ook, ik snap wat je zegt. En ik zou eigenlijk, ik kan me dat daar heel erg inderdaad zin in hebben. Maar dan denk ik ook alweer van, als ik op vakantie ga, dan laat ik mijn telefoon thuis en mijn laptop. Maar ja, wat moet ik dan gaan doen daar? En hoe vind ik de weg? Ja, dat is een beetje zoals de jaren 80 hier. Ja, daar was ik heel slecht in. Ja. Toen maakten we nog wel eens vrienden. Ja, ik niet hoor. Althans, mensen, ik wilde wel, maar mensen wilden geen vrienden met mij. Dat is ook niet veranderd, toch? Nee, dat is niet veranderd. Maar als je dan de hele dag afleiding hebt van je telefoon, dan gaat het beter. Anyway, ja, ik kan dus... geef mij maar een overheid die mij voor straf van het internet afgooit. Oké. Hier ook weer zo'n dingetje in de Volkskrant. Buitenlandse studenten geweerd uit Nederlandse studentenhuizen. En dat is onbeschoft en xenofoob. Dus ja. Dat is ook weer een kopje van de Volkskrant. Nederlanders stom, buitenlanders lief. Ja, ik woonde in een studentenhuis. Daar wonen we niet met heel veel mensen. En toen ging mijn huisgenoot Joost, die ging een jaartje studeren. Ik meen in Berkeley of zo. In plaats van hem kwam een Spaans meisje bij ons in huis wonen. Het is een schat van een meisje, een mooi meisje.
Maar ik vond het gewoon wel bloedirritant om in mijn eigen huis ook nog eens Engels te moeten praten. Dat is toch dat moest ik elke keer voor omschakelen. Ik zou er nu minder moeite mee hebben, maar dan eigenlijk nog steeds als ik... Ik wil in mijn eigen huis wil ik gewoon niet hoeven nadenken. En als je in een Nederlandse samenleving bent en je moet dan s'avonds in één keer op je laatste kracht al je gedachten gaan vertalen in het Engels. Ja, dat is gewoon irritant. Dus ik had helemaal niet verder een goede band met haar. Nee. Ik kwam er later nog een keer tegen in de trein. Toen hadden we een heel leuk gesprek. Daarvoor nooit eigenlijk. Ja. Oh, dan moet ik altijd weer overal opnieuw inloggen. Bam. De Volkskrant weet helemaal niet waar ze het over hebben. Nee. Kunnen ze niet verplaatsen in mensen. Tijdens de zoektocht naar kamers weren Nederlandse studenten... buitenlandse studiegenoten met teksten als Dutch only. Juridisch is het een grijs gebied. Oh ja, dan wordt het weer aangepakt via de juridische kant. Ja. Dat Tony nog steeds geen kamer heeft gevonden... terwijl haar studie al is begonnen, geeft stress... Is er een foto bij van Tony? Is dit Tony zijn? Nee, dit is de Filipijns-Duitse student Lara Chris. Nou, die wil je ook niet hebben. Ja, het is natuurlijk gewoon... Maar dat oikofobie, dat begint toch wel steeds meer waarheid te worden. Ja. Dat zelfkastijden en... Ja, maar het is ook alleen... Bij de Volkskrant en zijn lezers. Nou, in de media. Ja, precies. Die verder zijn mensen gewoon hartstikke normaal. Die kijken gewoon iemand aan, vinden het een leuke uitstraling heeft... en gaan er op een bepaalde leuke manier mee om, of niet. Maar we moeten de hele tijd gestraft worden voor wat we voelen eigenlijk. Als we niet de goede dingen voelen. Als we wantrouwen voelen bij wat dingen die ons vreemd zijn... Dan moeten we daarvoor gestraft worden. We moeten de hele dag ons ingeprent worden hoe slecht we wel niet zijn. Terwijl heel recent nog was het van het allergrootste belang... dat je eigenlijk je basishouding was dat je niemand vertrouwde. Want als je de verkeerde mensen vertrouwde, was je gewoon dood. Ja. Nou, met heel kort geleden bedoel ik niet vorig jaar of zo. Maar... Nee, en daarom hadden we ook stadswallen. Ja. En daarom hadden we landsgrenzen. Ja. Ja. Dus wat... Maar en dan willen ze dus Duitsland, die is dan weer aan het controleren in de grens. En dat is dan weer schande. Ja, ze willen uitzetcentra maken, zelfs in Europa. Ja, buiten Europa zelfs. Of buiten Europa, ja. Europa wil buiten Europa uitzetcentra maken. Ja, dat is... Nou ja, weet je wat het fijne is? Kijk, als je er naar kijkt en je ziet het gebeuren, dan gaat de politiek veranderingen gaan gewoon altijd veel te traag. Omdat we maar, een jaartje of 70, 80 geworden. Ja. Maar eigenlijk kun je gewoon zeggen, democratie werkt. Zelfs binnen een moloch als Europa. Het gaat alleen heel traag. Als er maar genoeg mensen stemmen op de juiste partijen... als er maar die rug naar rechts gemaakt wordt... dan gaat ook de Europese Unie vanzelf op een gegeven moment zeggen... die immigratie, dat is nu afgelopen. Want anders... leggen wij als organisatie straks het loodje. Het voortbestaan van de organisatie van de Europese Unie... die moet op het spel staan en dan komen ze in beweging. En dan kan het snel ook in één keer. Ja. Terugkeerhubs buiten de EU. Ja, hubs. Hubs Nederland... de grens over. Ja. Maar waar dan buiten de EU? Ergens zo... Volgens mij... In Israël. Anton van Schijndel. Ja. Die noemde Jordanië. Oh. Maar die was dronken. Of iets in, heel dicht daarbij. Ja. Moe. Ja. Alcoholisten, hè? Ja. Gewoon even een heel ander verhaal, hè? Ik wil verder niet zeggen niks over... Voor was een grapje. Nu wil ik even iets zeggen over alcoholisten in het algemeen. Ja. Als je dan eigenlijk altijd dronken bent... ben je dan nog... Is dat nog dronken of ben je dan normaal? Ja, dat ik denk dat dat te vergelijken is met roken, hè? Als je bent normaal, maar als je stopt met drinken... dan heb je ontzettend veel zin omdat je lichaam dat weer nodig heeft. Precies, om en weer dan ben je dus niet normaal. En dan ben je niet normaal. Eventjes. Dus dat is een switch, een omslagpunt van... dat het abnormaal is als je dronken bent... naar dat het abnormaal is als je niet drinkt. Ja, voor jou, hè? Maar je bent in het systeem... in de
in de sociëteit. Als je iemand aanrijdt, is het wel jouw schuld. Ja. Hoe normaal je ook bent. Precies. Ja. Okay. Maar over, ja, over stemmen en democratie en de verkiezingen in Amerika. Ja. Die hele... Het gaat maar om zo'n klein groepje stemmen daar, wat de doorslag geeft over wie de president wordt. Ja. Als jij in Californië woont en stemt, ja, maakt niet uit. Dan is je stem gewoon helemaal niks waard, want de Texanen zijn zo in de... Of de Texanen, de Republikeinen zijn zo in de minderheid. Dus... Ja, maar ook weer niet heel recent. Maar het is wel recent, want ze weten, was Schwarzenegger daar nog gouverneur, hè? Ja. Dus ik heb dat nog meegemaakt, dus dat is vrij recent. Dus het kan ook gewoon veranderen. Wil jij nog een kopje koffie? Oh, lijkt me heerlijk. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus ik kijk, als je... Tuurlijk, deze verkiezingen als Republikein, als je stemt, heeft geen zin. Maar je laat wel zien dat je überhaupt nog bestaat. Nee, maar... Dat ze zich daar dan op de borst slaan van wij zijn een democratie. Terwijl in het grootste gedeelte van het land het geen zak uitmaakt op wie je stemt. Dat komt neer op die paar swing states. Maar Amerika is vooral een republiek, hè? Meer een republiek dan een democratie. Ja. Nederland is een democratie. Dus in die zin, ja... Wat wel goed is aan Amerika, vind ik, is dat ze een manier hebben gevonden waarop het platteland een zwaardere stem heeft dan de stad. Omdat anders het platteland altijd naar de pijpen van de stad moet dansen. Maar als je, zeg maar, de president zou kiezen op basis van de popular vote, dan heeft het dus opeens wel zin om in Californië republikeins te stemmen. Ja, alleen het probleem is dat dan dus gewoon de steden bepalen hoe het hele land... Ja, maar de laatste jaren niet meer. Want het ligt altijd zo 50-50, die popular vote. De laatste vier verkiezingen. Ja, en toch denk ik, als je in Nebraska woont... Met en het is veel minder fraudegevoelig. Want nu kunnen ze dus op een paar swing states een paar orkanen loslaten. Zodat mensen daar niet eens meer kunnen stemmen. Hè, dat is de nieuwste theorie. Ja. Geo-engineered stormen in een paar swing states. Ja. Nee, dat is zeker gebeurd. Ik ben heel blij dat jij in ieder geval de feiten nog even erbij had. Maar... Ik heb ook bedacht, misschien moeten we onze... Maar dan had dus Trump ook de eerste keer verloren van Hillary Clinton, hè? Ja, dat wel. Nee, ik vind wat Amerika doet wel goed. En ik vind ook dat... Want kijk, als je alleen de popular vote hebt, dan hebben staten, als ze nog iets van... op zijn minst gevoel willen hebben dat ze de boel beïnvloeden. Hè? Want bijvoorbeeld Nebraska heeft volgens mij 3 kiesmannen. Ja. Maar als ze zeg maar popular vote is, dan zijn ze niks. Dan zijn ze, het is geen promiel, zeg maar. Wat daar woont. Er wonen maar een paar miljoen mensen. Ja. Op 300 miljoen. Ja. Dus dan is op een gegeven moment je afscheiden nog het enige wat je kunt doen. Ja, ik zeg dat een vrij en onafhankelijk Nebraska wel heel eigenaardig is, maar... Ja, ik had er bedacht, misschien moeten we gewoon de podcast veranderen. En dat we de complotcast noemen. En dat we alleen maar gaan richten op schimmige dingen in het nieuws. Ja, maar dat is... Als je verdiept in een onderwerp, dan ben je ook een beetje je brein aan het... Aan het stroomlijnen, zeg maar, in die gedachten. Zeker. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om je straffeloos heel lang in allemaal complottheorieën te verdiepen. Nee, maar je kan gewoon elke week weer kijken van welke complotten waren er deze week in het nieuws. En het dan daarover hebben. En niet zozeer elke week een complot uittypen. Maar gewoon kijken welke complotten waren... Ja, om het erover te hebben moet je toch wel er iets van afweten. Of ben ik gek? Nee, trouwens, dat bewijzen we eigenlijk elke week dat niet zo is. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik zag dat Kamala, die was vannacht betrapt op praten voor een soort town hall meeting met een teleprompter. Er was 1 shot van achter waar opeens de teleprompter in beeld was. Oh, wat goed. Dat was... En er werd ook meteen, toen de regie dat zag, werd de teleprompter op het laatste moment van het shot op zwart gezet.
Ja, dus je ziet allemaal regeltjes en dan de camera beweegt en opeens is dat allemaal zwart. Ja. Terwijl normaal scrolt dat gewoon door, zeg maar. Het verbaast me dat een teleprompter überhaupt per se zichtbaar maar dat, is. Maar dat laat dus zien dat al die persdingen allemaal gescript zijn. Ja. Heb je dat interview gezien of stukjes daarvan, dat 60 Minutes? Ik heb meegekregen wat er gebeurd is. Ik heb een paar stukjes gezien. Ik heb volgens mij niet het stukje gezien wat ze opnieuw hebben gemodelleerd. Ja, dus dat ze gaven op één vraag zo'n slecht antwoord dat ze gewoon een willekeurig ander antwoord achter de vraag hebben gemonteerd. Omdat dat beter kwam. Hetzelfde interview. Ja, en ze hadden het antwoord zoals het echt was gebruikt in de aankondiging van het interview, waardoor iedereen het ook wist. Ja, want ik dacht nog, hoe is dat dan in de wereld gekomen? Ik zag vanochtend, ben ik opgestaan met een interview van Trump met Schulz. Weet je ook weer? Bernard Schulz? Nee. Nee. Die comedian. Andrew Schulz. Ja. Dat is een leuk interview. Ja, die had ik je doorgestuurd. Wanneer? Ja, die had ik je van de week doorgestuurd. Oh. Ja, zie je wel. Ja, nee, maar... Ja, je kijkt me aan, maar... Ja, dat is leuk, hè? Dat ik je ook wel zo... dagen van de raad, zeg maar, dan gewoon... Ik ben van 8:00 tot 12:00 bezig en dan ga ik slapen. Hier. Oh ja. Wanneer was dat? Woensdag 9 oktober. Oh ja. Nee, maar daar zit hij dus bij een comedian. Ja, dat gaat hij gewoon ook... Ja. En daar zit hij gewoon onbevangen te praten. Ja. Soms als hij een grapje maakt wat niet helemaal zijn standpunt is, dan lacht hij wel, maar dan negeert hij het verder. Ja. Hij zit daar echt ontspannen. En het leuke is dat hij daar... Het is ook een soort metagesprek, want hij praat over zichzelf en hoe hij dingen doet. Ja. Legt hij gewoon uit, zeg maar. Gewoon al die dingen waarvan je altijd... Dan zie je hem zo praten en dan denk je van... Ik weet niet waar hij mee bezig is. Waar gaat het over? Weet hij nog waar het heen gaat? Ja. Nou, dat weet hij dus allemaal. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is. En dan ook over dat hij heel goed is in nicknames. En dan hadden ze het over Temp en Tim. Ja, maar dat is moeilijk zeggen. Comrade Kamala is echt veel beter. Ja, maar ook nog lastig. En dan zegt hij ook van... mijn beste bijnamen. Ja, die kan ik, daar kunnen we het eigenlijk niet over hebben. Want dat was in de Republikeinse primaries. En dat zijn nu mijn vrienden. Ja, maar vroeger werd die man op handen gedragen. Ook door door Oprah Winfrey en Stephen Colbert. Zat hij allemaal in die shows. Nog voordat hij president zou worden. Ja. Vond iedereen hem te gek. En toen hebben ze bedacht... het is de vijand. Ja, het is zo... Ja, er is natuurlijk... Het is altijd al zo dat als je... Dat zeg maar groepjes zijn gewoon één. Gewoon groepjes mensen bij elkaar... Dan heb je eigenlijk te maken met een nieuw organisme. En dat is die groep mensen. Dat zijn niet de individuen daarin. En dat is ook een van de dingen die nu denk ik gewoon helemaal... waar we nog niet aan gewend zijn. Is dat dus die groepen dus online kunnen bestaan. Ja. En alle neuzen dezelfde kant op. Iedereen is blij, zeg maar. Iedereen wil in het gelid lopen. Iedereen tast af van dit kan ik hier wel zeggen. Dat kan ik hier niet zeggen. Dit vinden wij hier. Dat vinden we hier niet. Dit ga ik niet zeggen. Dat ga ik wel zeggen. Dit ga ik afkeuren. Dat ga ik niet afkeuren. En ze lopen allemaal in het gelid. Ja. Dus weet jij nog hoe Kamala, zeg maar, in de positie is gekomen waar ze nu zit? Ja, dat is ook zo. Geheugen is niet perfect, maar dit weet ik wel. Ze heeft niet dat met een soort voorverkiezing gewonnen, hè? Nee, ze heeft wel een voorverkiezing verloren. Ah. Dat wel. En toen zei ze dit van de week. A quarter of registered voters still say... Wacht even. They don't know you. They don't know what makes you tick. And why do you think that is? What's the disconnect? Het gaat hier om. It's an election, Bill. And I take it seriously that I have to earn everyone's vote. This is an election for president of the United States. No one should be able to take for granted that they can just declare themselves a candidate and automatically receive support. You have to earn it. Ja. Ja. Nee, maar ik bedoel, dit kan ze ook niet ontkennen, toch? Dat het anders is. Ja, maar... Het smaakt trouwens een beetje naar waspoeder of zo. Oh. Lijkt het. Nee, dat weet ik niet. Ik heb gewoon alleen een wasmachine en geen vaatwasser. Ik heb geen waspoeder hier. Ik heb helemaal niks. Alleen Dreft. Misschien ruik je Marjolein nog een beetje.
Nee, die is schrik. Nee. Ik wou een grapje maken, maar ik dacht, nee, dat is ongepast. Ongepast. Ja. Ik ga geen ongepaste grapjes over Marjolein maken. Ik ben helemaal gek geworden. Precies. Wat hebben we hier iets over? Zij wordt niet beter in wat ze in geïnterviewd worden, hè? Nee, en ze heeft dan echt een soort media-offensief. En dat maakt het echt alleen maar slechter. In sommige polls is het verschil nu 8% in popular vote. Ja, sommige polls in sommige staten. Nee, landelijk. Oh, landelijk. Ja, dat, ik geloof dat... Oh, popular vote zijn, ja. Ja, dus 54, 48 of zo was het. Nee, dat kan niet. Dus 54, 52, 48. Ja, dat is Koreaans. Wat is daar Koreaans aan? Nou, dat je meer dan 100% van de stemmen kunt winnen. Oh ja, Noord-Koreaans bedoel je. Ja. Ik dacht al, wat doen ze in Seoul anders dan... Ik denk dat Zuid-Korea is ook corrupt. Daar hoor je mensen niet over, maar zeker wel. Hier was op CNN een vrouw, ik weet niet wat haar achtergrond was, die Trump Hitler noemt. En... Daar is dus een man die daar tegen ingaat. En ik heb dat opgeschreven vanaf 3 minuten 15 wordt het leuk. Listen, this isn't the first time we've heard this kind of talk from Donald Trump. And it reeks of... Nou, deze vrouw gaat helemaal los over hoe slecht Trump is. Aisha, this is fact. Aisha, read the words he said today. Genetics. Well, I'm talking about the history of everything he's ever said. So you can have a short-term memory, David, for the sake of going into an election and like doing Donald Trump's bidding. But this, as an American, let's talk about Kamala makes Harris. Me really concerned. Let's talk about Kamala Harris. As a black lesbian who Donald Trump doesn't believe has genes as good as his, okay. Is he going to attempt to exterminate me? Why do you believe that, Aisha? Elected? Because he's that? Damn near said it. That's why, David. That's why. Because he's, okay, and I'm not going to be lectured by some white man who has no idea what he's talking about and is trying to rewrite history here. Aisha, shame, shame on you, Aisha. As an American of a Donald Trump presidency and his actual quotes. Shame on you, Aisha. Because I take him seriously. Nah, and I think that he believes what he says. And that is why he is a danger and a threat to America. Aaron, you can't have a all right, rational let me just discussion. Say, I appreciate it. Okay. About topics. Is die afgelopen? Ja. Ah, ik ben wel even tegenvallen, maar het is wel een wijf... Ja. Dus je zult er zo in thuis hebben. Ja. Ja, nee, ik ben even de context kwijt van alles. Dus, sorry hiervoor. Hitler's naam... Neem een slokje van mijn koffie. Oh ja, ik ruik het. Ja. Ik verzin het toch niet? Nee, ik dacht al, ben ik helemaal gek aan het worden. Ja. Beetje... Ik heb dat af en toe hier inderdaad en ik weet niet waar het vandaan komt. Dit ruikt... We hadden vroeger, waar ik opgroeide in die boerderij, daar hadden we vloerbedekking op de vloer. En dat was wol. Ja. En ik weet het niet, er was iets met motten. We hadden wel eens motten ook, zeg maar, in huis. Dus en toen had iemand gezegd van, nee, dan moet je waspoeder gewoon opstrooien. En dan zuig je dat gewoon later op. Dus wij gingen op vakantie en toen had mijn moeder dat zo in de slaapkamers gedaan. In de tussentijd was het vochtiger in ons huis dan we hadden gedacht. Dus dat, dat kon je er helemaal niet meer uitzuigen. Er lagen nog geen schuimbubbels op. Nee, waspoeder is wel echt gemaakt dat heel weinig schuimt. Ja. Maar ik weet ook niet meer precies hoe het verder is opgelost. Maar wel dat het gewoon nog, als ik gewoon de rest van mijn leven, als ik met mijn neus een beetje in de buurt van het vloerbedekking kwam, dan rook het zo. Ja. Goed verhaal, hè? Heel goed verhaal. Biden, die had weer een sneer naar Kamala. Ja. Dat was... Zitten dat beide filmpjes naar elkaar? Ja. Oh, die eerste ken ik namelijk niet. Dat is... Die ken ik wel. Maar ja, het is goed. Doe maar. Dit is Kamala. NBC is reporting Governor DeSantis is ignoring your calls on hurricanes, resources and help. How does that hurt the situation here? You know, moments of crisis, if nothing else... Zet maar uit, het kan niemand verstaan. Maar in ieder geval, Kamala Harris die beweert nu dat Ron DeSantis haar telefoontjes niet aanneemt en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dit verstaat ook niemand. Maar...
Nou, kort, zal ik het verhaal gewoon... Ja. Eigenlijk de toespraak van Ron DeSantis erover is nog het beste. Want die schrijft, die vertelt gewoon hoe het zit. Ja. Kamala Harris, die doet net alsof Ron DeSantis geen telefoontjes van haar aanneemt. Terwijl hij zich er niet eens van bewust heeft, is dat ze gebeld heeft. Ze heeft hem nog helemaal nooit gebeld. Hij heeft hem nooit gesproken in zijn hele leven. Hij zegt van ja, ik bel gewoon, ik spreek met de president en dat coördineren we samen en dat gaat hartstikke goed qua hulpverlening. Ja. En dan wordt Biden, die wordt ernaar gevraagd. En Biden die zegt ook van nee, maar Ron DeSantis kan prima mee samenwerken. Het gaat gewoon helemaal goed en helemaal niks aan de hand. En hij pakt het ook heel goed aan, zegt hij ook ja, nog. Ja. En dat is... Dus Biden is nu voor de tweede keer dat hij haar in de kou zet. Want, oh ja, de eerste keer was dat hij gewoon uitlegde dat hij zelf inderdaad uit de race was gegooid. En dat hij daar eigenlijk helemaal niet blij mee was. Ja, nee, ik denk hij haat Kamala echt, denk ik. Ja, terwijl je toch zou denken dat er niet genoeg karakter in zit om echt te haten, toch? Nee. Maar het is maar wel... hij is gewoon toch in zijn demente eer getrotst. In zijn eer getrotst? Ja. Ken je die uitspraak niet? Nee, je eer trotsen. Ja? Je trots eren. Trots, eer gekrenkt. Ja, wij zeiden vroeger altijd, ben je weer in je trots geëerd? Oh. Of, nou, ik weet niet. Maar ik moet ook zeggen, demente mensen die zijn ook vaak juist nog weer veel kinderachtiger dan gewone mensen. Ja. Vroeger heette dat ook kinds. Ja. Dus dat hij nu een beetje zo fokkig... Ik vind hem verbazend functioneren, soort van nog wel. Ja. Behalve dan natuurlijk, je had die hurricane. Hij lag op het strand. Kamala Harris was aan het fundraisen. En het was volgens mij pas een week later of zo dat ze aan de slag gingen ermee. Het was echt lang duurde dat. Trump zei in dat gesprek waar we het net over hadden met Andrew Schultz, dat van ja, je moet niet in een bathing suit op het strand gaan liggen als je 80 plus bent. Ja. Nee, had volgens mij een badpak aan of zo. Ja, of, zo van, dat laat je vaak niet van je beste kant zien. Nee. Dit was ook mooi. Ik weet niet of ik het moet laten horen. Maar DeSantis wordt gevraagd of die hurricane nou van global warming komt. Dan noemt hij allemaal orkanen die vele malen sterker waren die in 1930, sinds 1850. En hij veegt dat gewoon helemaal van de tafel. Tornadoes? I think you could go back and find tornadoes for all of human history for sure. And especially, you know, Florida, how does this storm rate in kind of the history of storms? I think it hit with a barometric pressure of, what was it, about 950 mil? Nou, gaat hij allemaal feiten en dat er... I think if you go back to 1851, there's probably been 27 hurricanes that have had so the lower the barometric pressure, the stronger it is. I think there have been about 27 hurricanes that have had lower barometric pressure on land. Tot zover de klimaatverandering. Ja, fijn. Ja. Hij is altijd wel gewoon... hij is altijd shit aan het regelen, aan het weten en aan het... Hij weet gewoon... Het is gewoon een hele goede bestuurder. Ja. Misschien niet de beste politicus, maar zeker de beste bestuurder. Precies. Even kijken, wat heb ik hier nog? Our biggest threat to democracy is stupid people. You see, that's the real threat to democracy, stupid people. That's the threat. Our biggest threat to democracy is stupid people. Ik weet niet in welke context hij iets zei, maar... Ja, het is natuurlijk altijd wel een... Wat zei Churchill ook alweer? Als je van het idee van democratie af... Of in ieder geval... Als je wil genezen van het idee dat democratie zo'n goed idee is, dan moet je eens met een gemiddelde stemmer, stemgerechtigde praten. Ja. Maar ik ben het daar op zich helemaal niet mee eens, want ik vind... Democratie is niet bedoeld om de beste oplossing te vinden. Nee, om de oplossing voor de gemene deler te vinden. Ja, precies. Gewoon als je bevolking voor het overgrote deel uit domme mensen bestaat, dan is gewoon voor jouw land de beste oplossing wat de meeste domme mensen het beste vinden. Ja. Want die hebben dat dan gewild. En dan heb je zo min mogelijk mensen die leven in een land waarvan ze denken van ja, er wordt langs mij heen geregeerd en weet ik veel wat. Dus prima. Er was nog... kut als je in Amsterdam woont. Ja.
Ja, ja, dan word je dus geregeerd daardoor. Ja. Er was bij Joe Rogan zat een wetenschapper. Die, ja, er wordt een verdelgingsmiddel gebruikt. Wat testosteron dingen. Dat is in Europa verboden. Wordt wel in Europa gemaakt en Amerika verkocht. Hm. Wordt daar met 70 miljoen pounds of tasteless chemical wordt daar over de crops uitgehoed. En daar word je dus eigenlijk een soort... ja, hoe noem je dat? Een havermelk? Androgyn van. En, ja. En Alex Jones heeft ons jaren geleden gewaarschuwd voor chemicals dat turning frogs to gay. En dat blijkt dus... Nou, je hebt verf die zo boter smeren waar onderwaterslakken van geslacht van veranderen. Ja, de spul heet atrazine. So there are pesticides actually where their molecular activity is... to increase aromatase, the enzyme that converts testosterone to estrogen. So atrazine, which is banned in Europe, but we spray 70 million pounds of it per year in the US, increases aromatase, which converts testosterone to estrogen. Illegal overseas. And we buy it from other countries. So China and Germany and other countries are selling us a chemical of which 70 million pounds are sprayed on our food. Het Duitse bedrijf, hè? Ja. Upregulates aromatase and converts testosterone to estrogen. Weet ik niet. Dit is Kelly Means. Kelly Means was dit bij Joe Rogan. Welk bedrijf? IG Farben. IG Farben. Het bedrijf beroemd geworden met Zyklon B, althans waar wij het van kennen. Ja. Daarvoor was het ook al een heel groot bedrijf. Even kijken, kunnen we dit groot zien? Atrazine. Maar ik denk dat IG Farben niet meer zo heet. Want nee, het heeft een beetje een slechte naam gekregen in de oorlog. Ja. Atrazine. Manufact. Farben. Nee. Nou. Het is van Bas F. Misschien dat Bas F wel... Bas F, volgens mij zijn die best wel, waren die wel fout in de oorlog voordat ze Bas F heten. Nee, die waren vooral fout na de oorlog, want die hebben de Rijn altijd vergiftigd, weet je nog? Oh ja. Maar het bestond inderdaad al voor de oorlog. Ja. Maar het was wel... En de nazi's waren tegen Bas F, want die noemden het een internationale kapitalistische Joods bedrijf. Ja. Ah, nou ja, boeiend. Maar Musk heeft nog gezegd dat... even een ander dingetje over Musk. Dat andere bronnen zeiden dat Trump waarschijnlijk nog voor de verkiezingen bij Joe Rogan gaat zitten. Dat is, volgens mij zei Musk dat ook. Hmm. Zin in. En ja, Musk heeft ook gezegd dat er een strong overlap is. Het is weer 2 minuten 18. Dat is lang, dat is goed. Waarom? Ik wil het horen. Echt? Ja. Say whatever words are on the teleprompter. So, you know, it's really whoever controls the teleprompter is the actual sort of, that's who's actually in charge. And who is that, do you think? Well, I've tried to pin it down. It's not like... any one kind of mastermind. It's not like it seems to be. It's like Kamala's sort of a marionette with. Het is geen begenadigd prater. You know, a thousand puppet masters type of thing. Nee, maar wel. Like not. It's wel duidelijk. Het is nooit dat je or maybe niet kan volgen. It's somewhere north of 100. Je hoort meteen dat hij het is. Dus yeah. Ook wel heel effectief. Ja. I bet you know 80 of them. I probably know most of them. Yeah. Yeah. Anyway, de conclusie van dit gesprekje is dat er zoveel overlap is tussen de Epstein-list en de mensen die belang hebben bij Kamala Harris. Dat de drijvende kracht is waarom ze zo naar voren wordt geduwd. Dat is niet wat ik hoorde. De bombshell dropped, ja, maar dat waren we nog niet. De bombshell dropped when Musk suggests that Bill Gates, Democratic MAGA donor Reid Hoffman and other billionaires are terrified of a Trump victory because if he wins, the Epstein list is coming out.
Musk said this after declaring that there is a strong overlap between Kamala's top 100 puppet masters and the Epstein client list. Hmm. Hoe weet hij dat dan? En als hij die client list heeft, waarom gooit hij hem dan niet op online? Hij heeft die lijst natuurlijk niet, maar hij praat natuurlijk wel met andere mensen die dingen weten. Ja. En hoe zit het dan met P. Diddy? Ja. Heeft hij ook een lijst? Ja, ja, nee, die heeft video's. Video's. Die heeft heel veel video's. En Justin Bieber en al dat soort toenertijd kindsterretjes. Die video's die schijn je te kunnen kopen van seks met gedrogeerde kindsterretjes. Of konden, ja, daar wordt in gehandeld. Maar wie heeft daar dan seks mee? Dat weet ik niet. En waar moesten ze gedrogeerd worden? De Justin Bieber's in dit geval gedrogeerd, zodat ze meewerkten. Het is toch gewoon van zichzelf toch gewoon een mannetje wat gewoon... Ja, maar wat voor vieze seks was het dan? Nou, misschien was het anale seks waar Justin Bieber misschien zelf niet... Nog niet klaar voor was. Oh, ja, maar dat... Ja, okay. Ja. Maar dat is dus in het kader van de complotjes. Ja. Maar vind jij denk jij dat die stormen geo-engineerd zijn om de verkiezingen te beïnvloeden? Nee. Oh, jammer. Maar als volgende week Trump wordt vermoord en een paar dagen daarna wordt Iran plat gebombardeerd, dan zie ik daar wel een complot in, denk ik. Ja. Dan denk ik wel van, oh ja, dat dacht ik al. Hoewel ik nu niet denk dat het zal gebeuren, omdat ik denk dat het veel te veel risico is. Maar als het dan dat was toch een dikke die gedachte al wel gehad en dan denk ik, ja, dat zei ik al. Dat was toch een dikke fuck you dat hij terugging naar dezelfde plek waar ze hem wilden vermoorden en dat hij in... Butler, Pennsylvania, weer ging. Ja. Dat is toch... Stel dat de deep state achter die aanslag zit... en dat je dan naar dezelfde plek teruggaat... dat is dan nog een grote middelvinger. Ja, maar het gekke is dus al dat soort dingen... op de mensen die niet... die zeg maar... die op de democraten glijdt het allemaal af als zeg maar water van... geoliede Turk. Ja? Ja. Nou, hoe dan? Waarom? Wat glijdt er af? De beschuldigingen? Nou, gewoon het hele ding. Die zitten gewoon met ja, Trump slecht. En alles wat hij doet, dat vinden ze alleen maar fascistisch. Dus ook gewoon, ik denk zelfs al gewoon dat neergeschoten worden, arm omhoog. Denk ze gelijk, ja, wat een lul. Ja. Ja. En er lijkt niks aan iets aan te veranderen. Het is allemaal gewoon meedoen, meelopen, blik op oneindig, hetzelfde doen. Aanvoelen, wat is de politieke temperatuur? Oh, we gaan die kant op. Ik ga mee. Ja. Dat. Nou, ik ben wel klaar met Amerika. Het zijn echt groepsdieren, wat dat betreft. Er was een nieuwe Amsterdamse politiechef die zei... het is vakken vullen of cocaïne uithalen in de haven. Kansarme jongeren moeten prioriteit krijgen. Ik vind dat nogal een vergelijking. Alsof er niks tussen zit. Ik bedoel... Ja. En als ik zou moeten kiezen tussen vakken vullen of cocaïne uithalen... Ja. De vakken vullen heb ik nooit leuk gevonden. Nee, maar dat bedoelt hij ook. Ja. Of ik dat cocaïne uithalen het beter is omdat het zo goed verdient, hè? Ja. Ja... Ik, prachtige foto. Dan moet ik zeggen, ja, het is aan de ene kant is het natuurlijk wel goed als een agent begrip heeft voor dat mensen puur uit praktische overwegingen de verkeerde keuze maken. Want het leven in criminaliteit is natuurlijk... Het is geen leuk leven. Het is altijd achterom kijken. Je nooit mensen vertrouwen. Liefde is lastig in die situatie. Ja. Kijk wat, je wordt er niet snel gelukkig mee. Maar als dan zelfs de politiecommissaris zegt dat het toch eigenlijk wel de beste keuze is. Ja. Ja. Maar ik aan de andere kant, ja, als je iets wil bestrijden, moet je wel snappen wat die keuze is. En de enige manier om het te bestrijden is natuurlijk gewoon oppakken. Gewoon, we hebben denk ik in Amsterdam om het tijd te keren, denk ik, 5 keer zoveel agenten nodig als dat er zijn. Nou, gaan we niet krijgen. Dus nee. Tijd wordt niet gekeerd. We zijn reddeloos verloren. Het komt nooit meer goed. Dat is denk ik de enige conclusie waar we op uitkomen. Ja. Ik vind de rest van Nederland Amsterdam zo stom dat ze het ons wel gunnen, denk ik. Ja. Maar het is niet in Rotterdam beter of zo.
En ik vond nog ergens opgeslagen een heel oud linkje. Daar wou ik nou even mee eindigen. Misschien heb ik het er al over gehad, maar ik vond het weer. Lisa Jacobson, die werkt voor de Barf Foundation in Boston. Een fonds dat jaarlijks tientallen miljoenen dollars uitkeert aan onder andere klimaatinitiatieven, was in Amsterdam voor een studietrip. Ze trok een conclusie over de fietscultuur in Amsterdam. En haar conclusie was dat de dominante fietscultuur immigranten en mensen van kleur uitsluit. Fietsen is racistisch. Ja. Waarom? Ze kon niet achterhalen voor wie Amsterdam de stad zo inricht. Nou, iedereen kreeg ze te horen. Dat is problematisch, schreef ze bij thuiskomst in een opiniestuk. Het sluit mensen die uit die keer op keer uitgestoten zijn. Ja, maar die mensen komen toch in Amsterdam wonen? Ja, nee, maar... Het is hetzelfde als als jij in Japan gaat wonen. Dan schijnt het heel moeilijk te zijn om geaccepteerd te worden in hun cultuur. De taal is moeilijk en zo. Ja, sowieso moet je stoppen met neuken. Doen ze daar niet? Nee, voortplanten. Nee, neuken volgens mij. Oh ja? Maar... Zoals ik heb gehoord. Maar ze gaan dan niet denken, weet je, we moeten ons een beetje inrichten op onze gastbezoekers, onze gastbewoners. Nee. Nee, we zijn hier in Japan. Nee. Nee, precies. En wij moeten... Ja, maar wat hier gebeurt, is van dat we een soort van Japan zijn. Mensen neuken te weinig, planten te weinig voort. Ja. En zeggen we van, oh, zo zijn er straks te weinig Nederlanders, weet je wat? We doen daar andere mensen voor in de plaats. Alsof het nummers zijn. Ja, maar en waarom zijn er meer mensen nodig? Om de staatsschuld af te betalen. Waarom heb je als altijd... meer mensen nodig. Vroeger had je ook niet meer mensen nodig. Nee, ja, je hebt... Je had vroeger ook meer mensen nodig, want die kreeg je ook steeds, hè? Ja, je kreeg meer mensen, maar het is... Nou ja, groei is wel de natuurlijke uitgangspunt. Gewoon alles in de natuur wil altijd groeien. Dus kennelijk, de bevolking moet ook groeien om... Nee, maar ik denk dat er best een rekenmodel te bedenken is... Dat zonder groei, dat je ook de maatschappij draaiende kan houden... Zonder dat... Maar het zijn gewoon ook overheden die door middel van bewuste inflatie... schuld creëren die moet ingelost worden. En daar heb je mensen voor nodig. Maar als je gewoon geen schuld maakt, heb je ook geen afbetaling nodig. Ja, het hangt er een beetje vanaf als je kijkt naar economie als gewoon één grote bak geld. En het moet een beetje verdeeld worden als dan de hoeveelheid mensen... krimpt, dan heb je minder mensen, dus krijgt iedereen er meer van. Ja. Als je economie ziet als iets waar het geld gemaakt moet worden, dan heb je juist heel veel mensen nodig om dat geld te maken, zodat je met z'n allen je voorzieningen kunt betalen. En daar zit het denk ik een beetje tussenin. Dus... Ja. Zullen we ermee ophouden voor vandaag? Ja, ik kan niet meer, man. Volgende week ben je er niet. Ik weet nog niet of Marjolein wel kan, maar zal ik het anders in mijn eentje gaan doen? Tegen wie moet ik dan praten? Nou, dat zien we wel. Nou, je kunt gewoon voor je uitpraten. Ja. Ik zou het niet doen als ik jou was. Maar... Nou, misschien doe ik het gewoon wel. Oh. Misschien wordt dat het beste ooit. Ja, ik denk het. Nou, fijn dat je er weer was. Ja, ik vond het ook heerlijk. Heerlijk. Volgende keer wel weer wat items erin gooien. Dat praat leuker. Nee, maar dan, ik ben er volgende keer niet. Nee, maar de volgende keer dat je er wel bent. Ja, maar dat weet ik nooit van tevoren. Ik kwakkel, hè? Ja, je kwakkelt. Dus het kwakkelfestival is toch ook altijd in Zuidoost. Doei!